Bijna alle Nederlanders eten te veel zout. Jij waarschijnlijk ook. Dat is de ongezouten waarheid. Maar te veel zout verhoogt de bloeddruk en kan nierschade veroorzaken. Niet iets om met een korreltje zout te nemen dus. Eerst even wat feitjes over zout. Gemiddeld eet een Nederlander 1 kilo zout per jaar te veel. Een maximum van 6 gram zout per dag is het advies van de Nierstichting. Als iedereen zich daaraan zou houden, zouden we 150.000 gevallen van chronische nierschade kunnen voorkomen over een periode van 10 jaar. 10% van de Nederlanders, dat is 1,7 miljoen Nederlanders, heeft op dit moment al chronische nierschade. En 40% daarvan, 680.000 Nederlanders, weten dat zelf niet. Dat komt omdat klachten pas ontstaan wanneer de nierfunctie nog maar 30% is. Ik ben benieuwd of jullie dat ook weten. Maar wat denk je dat het doet met je lichaam als je zoveel zout te veel eet? Hoog bloeddruk, uitdrogen. Oh, probably heart problems. Maybe? Kidney problems? De nieren natuurlijk, als eerste. Daar is het heel slecht voor. Ik weet niet wat er gebeurt als er te veel zout in zit, nee. Dat weet ik. Ga je nieren toch kapot van? Ja, ja slimme jongen. Van hoeveel gram zout wij per persoon per jaar te veel eten? 10.000. Nou, dat is dus 15 gram per dag keer 365. Dat is 10 kilo. Waarom denkt u dat we zoveel zout eten? Omdat het overal aan toegevoegd is. Vooral voor voorverpakte dingen en pakjes en zakjes. Waar denk jij dat meer zout in zit? Hamburgers of biefstuk? Hamburger, biefstuk. Nou, een hamburger. Meer zout? Meer zout. Want een hamburger is bewerkt vlees en een biefstuk dat is in principe puur vlees. Voorgesneden kaas of zelfgesneden kaas? Waar meer zout in zit. Voorgesneden. Je zou denken dat dat geen verschil uitmaakt? Ik denk voorgesneden, want dat is misschien om het langer houdbaar is. Mosterd of mayo? Ik denk mayo. Ook mayo, denk ik. Ik denk in de mosterd. Mayo. Chips of popcorn? Chips. Chips. Alleen probably de popcorn. Ik denk chips, want je hebt natuurlijk je bakt in olie. Daar zit ook een zout in, plus het afzouten van. We krijgen elke dag ongemerkt best wel veel zout binnen. En dat komt omdat het in alledaagse producten zit. Maar te veel zout is niet goed voor je nieren. Nou, wat doen je nieren zoal? Ze filteren bijvoorbeeld de afvalstoffen uit je bloed. Ze reguleren ook de hoeveelheid zout en vocht in je lichaam en produceren zelfs hormonen. Door te veel zout kun je in je nieren beschadigd raken. Dan kunnen ze minder goed de afvalstoffen filteren uit je bloed. Maar ook het reguleren van de hoeveelheid zout en vocht in je lichaam kan fout lopen. Je kunt daar klachten van krijgen, zoals kramp of vochtophopingen. Nou, genoeg redenen dus om op je zoutinname te letten. De meeste zout zit in de zee. Wow.